Het is bij mij een beetje dubbel, denk ik. Alles voelt zo soms een beetje surrealistisch. Een soort vredige niks. Er is niks eigenlijk. Er is nog zo'n neiging om dat ik in mijn hoofd ga zitten en een controlegreep. Een idee van veiligheid ook. Denken dat het veiligheid buiten mezelf ligt. Ik had ook het idee van ik wil gaan reizen. En dan voelt het heel krachtig van ja, oh, dan word ik helemaal blij. En dan voelt het zo sterk. En dan de volgende dag kan het... Nee. Ja, dan weet je wie dat is. Ja. Ja, en, maar dan merk ik dat die nee ervoor zorgt dat ik dus niet een ticket boek. Zoals nu, dan kom ik hierheen en dan slaap ik in een hotel. En dan, toen liep ik alleen door de gang en even was er zo'n paniekgevoel van onveiligheid. En wat graag wil ik delen of zo met iemand. Dat. En ik wil wel reizen, maar ik vind het ook heel leuk om te delen. Kun je in een schrift schrijven? Ja. Ja. En aan de andere kant merk ik ook, ik ontmoet zoveel leuke mensen. Ja, dus meestal als je op reis gaat, dan kom je toch mensen tegen. Ja. Maar ook die connectie die je dan hebt met mensen die ik tegenkom, die zijn zo mooi. Ja. En dan denk ik, ja, eigenlijk zijn er veel mooiere momenten dan wat je met iemand hebt. En dan zijn waarschijnlijk de relaties niet zo best geweest. Maar dat je gewoon echt, dan kan ik zoveel intimiteit voelen. Ja, sure. En gewoon een gesprekje. En af en toe, dan voelt het gewoon een beetje die leegte vol, die niks. Mm-hmm. Af en toe is het een beetje surrealistisch, merk ik. Ja, totdat je eraan gewend bent, dan wordt het heel normaal. En die echo's die nog af en toe opkomen van veiligheid of ik ben alleen. Weet je wel, die sterven gewoon af. Je houdt op een gegeven moment gewoon op met dat serieus te nemen. Het zijn gewoon echo's van de oude modus. Ja. Dus vanavond dat ticket boeken. Wegwijzen. Cool. Dus dit raakt al een beetje aan wat ik er straks zei, van toen ik even dat rare woord geluk gebruikte. Dan zijn mensen gelukkig en dan kunnen ze bijna niet tegen. Dan gaan ze toch van, klopt dit wel? Of afmeten nog aan hoe de aanvaarde norm is. Zie ik wel genoeg mensen? Wat is dat? Hoeveel zijn dat er? Weet je wel, wat voor soort connectie. Als ik één keer op straat loop en ik heb een glimlach omdat ik iemand tegenkom, dan is de menselijke behoefte vervuld. Ja. Weet je wel, en ik hoef die nooit meer tegen te komen, weet je wel. We hoeven dat ook niet te gaan herhalen, van zullen we weer om 11:15 daar lopen. Dat denk ik ook. Want anders dan loop je het risico dat er een vriendschap ontwikkelt. Ja, want dat had ik, want ik kwam ook iemand op een parkeerplek tegen en we praatten even wat langer dan, omdat ik het gewoon interessant vond. En toen zei hij van, ja, zullen we precies. Je anders het bos wel laten zien? Ja, precies. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Ik dacht het niet. Kom eens kijken hoor, ik heb iets om je te laten zien. Ja. Ja, natuurlijk kom ik daarop neer. Maar ik merk ook dat ik ook geen zin, eigenlijk helemaal geen zin heb in menselijke connecties. In die zin vriendschappen. Omdat ik me direct dan zo gebonden voel. Want er zijn direct verwachtingen en yes, exact. Eisen. En dus je bent op zoek hooguit naar een andere vorm van vriendschap, zoals ik dat ook in mijn woordenboek heb, waar er dus geen verplichtingen zijn.
En dat geen van tweeën zo hoeft te gaan staan om de ander te pleasen. Als dat kan, dan noem ik het een vriendschap. En anders dan is het een beetje vervelende bekende. En daar heb ik absoluut geen zin in. En die types zijn er, waarbij je gewoon kan zijn zoals je bent op dat moment. En die niet gaan zeggen van vorige keer was je zo en dus verwacht ik dat je nu ook zo bent. Nee. Weet je wel, waarbij het gewoon open is. En je komt elkaar tegen of je komt elkaar niet tegen. En er zijn geen verwachtingen inderdaad. Of dat er geturfd wordt van nou heb jij maar 3 keer niet gebeld. En, waarom moet het altijd van mijn kant komen? Ja, denk daar maar eens over na. Ja. Wat ik de laatste tijd opmerk is dat ik een mail schrijf naar iemand. Of iets zeg. Wat totaal, dat ik denk, hoe kun je dat er nou van maken? En dat ik zie hoe mensen hun eigen verhaal ervan maken. En ik had een mail gestuurd, heel spontaan. Ik wilde helemaal niks van diegene verder. En dan merk je gewoon, oh, er zijn allemaal weer interpretaties gedaan. En krijg je gewoon geen reactie meer terug. Of je krijgt een hele vreemde reactie terug. Dat ik gewoon een beetje huiverig ben geworden voor communiceren met mensen. Dat ik denk, ja, alles wat ik zeg, ik denk, ben ik nou zo gek aan het worden dat ik me niet meer goed kan uitdrukken? Dat zou kunnen. Dat zou ook kunnen. Tot nog toe kan ik het redelijk volgen. Ja. Maar het is zo gek dat in een korte periode dat heel vaak gebeurt. Dat ik ineens zie, jeetje, mensen kijken door een bril en zien dat als waarheid en rekenen daar mij op af. Mm-hmm. En ik denk, oké, nou ja. Ja, klaar, dat zegt meer over hun dan over mij. Maar ik vind het heel bizar, want ik denk zo, dat het zo veel opeens komt. Nou ja. Wil me waarschijnlijk gewoon niet laten zien. Dan weet ik niet of dat wil, maar dat zou kunnen. Dus gewoon blijven kijken. En als jij het gevoel hebt, weer vanuit die kloppendheid, dat je iets moet communiceren, moet je dat gewoon doen. Want anders gaan we vanuit een bescherming of een strategie zeggen van nou, ik kan maar beter mijn mond houden. Dan ga je weer een soort afgescheidenheid creëren. Dus ik ben gewoon gewend te roepen wat er blijkbaar geroepen moet worden. En ik accepteer hoe erop gereageerd wordt. En dat is altijd leerzaam. En dan kun je inderdaad zien van, oh, deze was op dit moment in staat tot verstaan. En op een ander moment verstond hij iets anders. En soms zit er ook iets in. Dan druk ik iets uit en die ander reageert er op een wonderlijke manier op. En dan lees ik het nog een keer en denk van, oh ja, ja natuurlijk, zo kun je dat ook zien. Want we zijn altijd dommer dan we denken. All right, thanks. Hoi. Ik denk ik doe het maar een keer. Ja. Nou, ik vond het vooral eigenlijk een feest van herkenning, dit verhaal eigenlijk van net. Ja. Misschien kan je jullie... Ja. Adressen uitwisselen. Maar, dus ik doe wel gewoon, ben elke dag wel bezig, maar ik heb geen sociaal leven tussen haakjes. Ik ook niet. Het bevalt uitstekend. Ja, nou dat is het dus. Het bevalt echt heel erg goed. Nou, ik merk nog wel inderdaad dat dan ook speelt van, ja, maar moet ik niet eigenlijk gewoon vrienden hebben of ben ik niet haar? Nee, alleen als het klopt. Dus, dat wil ik ook gezegd hebben, er zijn mensen die gewoon zo in elkaar zitten dat ze heel veel vrienden hebben, heel veel sociale activiteit en het klopt. En er zijn mensen die hebben dan minder en het klopt. En je hebt ook van beide categorieën waar het niet klopt. Dus kern voor mij blijft de kloppendheid. Voordat mensen de indruk krijgen dat zodra je volwassen wordt of wakker wordt, dat je dan nooit meer iemand ziet. Nee, het zal gaan kloppen. En aangezien het levend is, kunnen daar ook fluctuaties in zitten. Meer of minder ontmoetingen, meer of minder bekenden / vrienden of whatever. Ja. Het gaat er alleen maar om of het klopt. Ik merk wel gewoon dat ik niet wil investeren in gedoe of in vriendschap of in zo van.
vriendschap en investeren, dat gaat nooit samen. Investeren doe je in aandelen. Of iets dergelijks. Een vriendschap, naar mijn idee, dat is iets wat gewoon organisch groeit. Als je erin moet investeren, dan klopt er iets niet. Voor mij is dat net de kern van vriendschap, dat het gewoon een spontaan en vrij bewegend gebeuren is. Zonder boekhouding. Ja, dat gevoel, daar hoop ik op, maar ik ken het niet. Nee, het komt ook minder voor dan dat we graag zouden willen, maar naarmate er meer mensen zeg maar dat als vriendschap zien, gaat het ook meer gebeuren. En gaan we ook zien dat andere dingen, dat zijn niet echte vriendschappen, dat zijn bekenden. En dat is echt iets anders. Daar is niks tegen, hè? Maar het is niet hetzelfde. En kijk, als we 10 of 12 zijn, dat weet ik nog wel van die kids van mij ook, van dan zodra er even een keer leuk contact is geweest, heet het een vriendin. No, it's not. Het is iemand met wie er even leuk contact was. En ik snap dat als je 12 bent. Maar ik hoor soms volwassen mensen van 50 of whatever roepen dat ze 12 vrienden hebben. Ik geloof er geen hout van. Dat kan niet. De achterhoede. Even denken hoe ik het wil formuleren. Ja, precies. Je moet het wel heel goed zeggen. Ben ik in aanraking gekomen met een andere dat ze hier is geweest, dus ben ik gaan verdiepen. En het heeft me heel veel opgeleverd in de zin van dat ik me niet zo laat leiden door mijn emoties. Dat ik meer in het midden kan blijven als ik heel erg uit balans ben. Maar op het moment dat er stress of vermoeidheid bij komt, dan ben ik het wel gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld dat ik in mijn lijf spanning voel of iets. Maar dan vind ik het heel moeilijk om het aan te raken zonder dat zeg maar, mijn gedachten het overnemen. En dan loop ik een beetje vast. Het uitzoomen, dat weet ik, dan moet ik dan van dat met je hand. Control of surrender. Ja. Dan zet je dus te veel in de control mode. Maar om dan op een volwassen ontwaakt manier zeg maar, te reageren, in plaats van te gaan huilen of boos worden of iets, zeg maar, dat vind ik een heel lastig. Ik kan er niet zo goed. Maar weet je wat het fijne is? Het woordje lastig is iets anders dan onmogelijk. Dus daar zit altijd ruimte in. En wederom, als we het even zien als een gewoon iets, dus iets wat we moeten leren, dan is dat een soort traject. Nou, en dan betekent dat niet altijd lukt. Dat is oké. En als we dan net die helderheid hebben om te zien van, laat nu maar, ik ben nu gewoon te moe. Of de meters staan gewoon te ver in het rood. Fuck that, ik ga een eindje wandelen of ik ga in bad of ik ga even een kwartiertje op de stootzak. Yeah. Weet je wel, in plaats van spiritueel te gaan zitten doen. Yeah. Of eet een taartje, whisky, ook altijd fijn. Yeah. Dus misschien ook wat wilder. Want anders wordt het weer zo'n geloofsding waar ik de hele tijd aan moet voldoen. Ja, maar ook al is dat hier wel zo, we zitten niet in de kerk. Nee. Weet je wel, het is onderzoek en leren en interesse. Niet moeten voldoen aan weer 10 geboden. Ja, van gij zult niet huilen of gij zult onderzoeken. Of... Nee, dat mag en dat kan als je groeien wil of wakker wil worden of whatever. Weet je wel, maar niet weer daar een Advaita-zweep van maken voor die slavendrijver. Dat heeft geen zin. Tenzij het heel duidelijk vanuit die kloppendheid zegt en nu doorbijten en aanpakken. Maar dan weten we weer dat klopt. Van ik moet nu doet mijn nachtrust er niet toe, nu moet ik doorbijten. Ja. Weet je wel, maar op andere momenten kan het signaal zijn van let it be. Ga gewoon lekker slapen, fuck that, morgen is er een nieuwe kans. En als je doodgaat s'nachts, nou dan is het ook geen probleem. Welkom. Hey, ik ben de afgelopen tijd voelen aan het onderzoeken. En toen kwam ik ineens dat niet voelend leven, maar voelen vanuit het hoofd. Dus daar zat een heel plaatje op. Dus voelen is eng, spannend, bladibladibla. Dus eigenlijk leefde ik meer daar in plaats van echt voelen. Yes. Zo ben ik eigenlijk meerdere dingen aan het onderzoeken, bijvoorbeeld alleen zijn. Ik dacht, ik kan nooit goed alleen zijn.
Want toen dacht ik, ja, dan zit ik eigenlijk in het plaatje in mijn hoofd wat ik erover heb bedacht, voilà. Maar niet in het alleen zijn. Yes. En dat voelt heel anders. Absoluut. En als je dat doet zo, dat is hartstikke goed, dan ga je erachter komen dat de meeste van die plaatjes niet overeenkomen met de beleving zelf. Als we zeggen van ik ben alleen, dat klinkt gelijk heel dramatisch. But it isn't. Waarbij nog komt dat je je ook nog vaak bij anderen alleniger kan voelen dan in je eentje. Vooral als er geen echte communicatie of verbinding is. Of dat er de hele tijd gepraat moet worden, dat is ook zo fijn. Neem een hond. Die zijn sowieso hele leuke mensen, maar ze praten niet. Ze vinden het wel leuk als jij tegen ze aan zit, ouwe hoer. Dan zitten ze te luisteren zo. En, ja. Ze vinden ze echt prachtig. Ja, ze snappen er geen hout van, maar dat geeft niks. Behalve die woorden die iets betekenen natuurlijk voor hem. Fietsen, eten. Maar dat terzijde. Ja, en toen kwam het, dus dat emotioneel voelen of puur voelen. Juist, yes, exact. Dus toen, ja, in één keer kwam die, ja, niet tweescheiding, maar meer van, oh, nu zit ik daar en yes. Dat ben ik nu helemaal aan het onderzoeken. Good. Dan kun je heel goed voelen van het enorme verschil tussen geïdentificeerd voelen en gewoon, ja, wat ik dan door voelen noem, wat gewoon bewust voelen is. Dan is het ontdaan van het moet anders, het zou weg moeten, het moet binnen zoveel tijd over zijn of whatever. Er is geen doel behalve het voelen zelf. En dat is hartstikke interessant, want wat we ook voelen, het beweegt de hele tijd en het heeft heel veel kanten. It's very interesting. Ja. Ik wou dat ik eens iets te voelen had. Ja, het kwam dus echt van, ja, dat ik echt gewoon het woord voelen echt letterlijk heb opgeschreven en wat voor associaties ik daarmee had, kwam ik in één keer. Ja. Tot ja, iets anders. Ik weet niet wat, maar gewoon goed. Dit. Keep going. Yes. Thanks. Het wordt zelfverbetering. Yes. Dat ook zie, zeg maar steeds meer, dat daarbij alles al begon draait. En dat tegenover het zelf afwijzen. Weet je, dus alles afwijzen wat er is. Afwijzen is een soort van een lastig dingetje voor me. Oké, echt waar. En dan zie ik mezelf in allerlei strategieën duiken. Maar in feite, als ik me afgewezen voel door wat iemand doet of zegt of whatever, dan wijs ik op dat moment dat gevoel af. Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. En weet je, een honderdmiljoen keer al gezegd van ja, het is gewoon een projectie, maar daar kon ik helemaal niks mee. Want ik voelde niet wat ik bedoeld werd. Ik dacht gewoon, dat is wat er gebeurt. Yes. En vervolgens komt er nog zo'n laag bovenop van, het is niet goed dat ik erbij kan blijven. Hè, dus ik moet eigenlijk de afwijzing voelen. Dus dan komt er nog een veroordeling op de veroordeling, zou ik zeggen. Mm. Ja. Ja, plus nog zo'n dingetje van het idee of het gevoel dat we het niet kunnen handelen. Dus ja. Daarmee ook onszelf devalueren. Dat is een beetje jammer. Wat bedoel je precies? Nou, die neiging van dat niet te willen voelen, dus het etiket op te plakken. Weet je wel, daarmee zeggen we ook eigenlijk impliciet van ik kan dit niet. Ja, ik kan dit niet aan. Ja. Ja, klopt. Dus je ontneemt jezelf daarmee de gelegenheid. Waardoor we in die loop kunnen blijven van zelfafwijzing. Want ik kan het niet, ik zou het eigenlijk wel moeten kunnen, maar daar kan ik niet aan. Dat cirkeltje scherp op inderdaad, dat staartje. Op sommige gebieden gewoon voel dat het helder of volwassen begint te worden. Maar op dat stuk, nou, ik ga er echt volledig op aan. Dat is jouw dingetje. Dus een beetje extra ruimte of meldheid daar is op zijn plek. We moeten gewoon net iets geduldiger zijn, net iets slimmer, net iets coulanter, net iets meer gefocust dan dat stukje. Want dat stukje is heel goed geworden in dat gebiedje. Uit het drieluik vorig jaar, en daar sprak je dat ook in, van
sommige zijn van die, het is heel dorp en sommige zijn van die misvormde, weet je. Ja, zeker. Walking Dead. Ja, ja, ja. En toen moest ik zo aan dit stuk denken, weet je wat. Ja. Ik heb ego of persoon wel eens beschreven als een dorp. Er woont er niet maar één, er zijn er een heleboel. En sommige die zijn mooi rond, andere zijn pretty fucked up of achtergebleven. Dat zijn van die, weet je wel, van die Walking Dead figuren. En die lopen daar ook rond, daar moet ook iets mee. Afmaken namelijk. En dat kan alleen door in contact te komen, je moet dichtbij komen. Weet je wel, in de hersens steken. Ja, zeker, want anders bijten ze je. A tricky bastards. En die hebben echt niet zo heel veel zin to die. Die hele diepe dingen die van die eerste maanden of 2 jaar zijn, dat zit vrij aardig in het systeem. Met weerhaken en dergelijke. Dat is niet zo heel eenvoudig. Ja, dat merk ik. Yes, of course. En het is dus ook handig om dat niet te benaderen in de zin van dat je jezelf op je kop gaat geven, dat er zit. Je hebt dat niet verkozen, weet je wel. Dat is ontstaan en dat zijn een soort misvormde stukjes. Daar moeten we dus inderdaad creatief en op de tast van wat heeft dit van mij nodig om eruit te kunnen gaan, om bevrijding te vinden, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dus het moet wel afgemaakt worden, maar wel op een attente manier. Dus gewoon netjes beet houden en dan gevoelvol om zeep helpen. Dat is niet helemaal een grap wat ik nu zeg. Ik moet namelijk zo dichtbij kunnen komen, dus dat stukje wat angstig is, daar kan ik niet zomaar op afstormen, want dan gaat die ondergrond. Because it's scared shitless. Weet je wel, dus ik moet hem afmaken, maar ik moet er zo dichtbij komen. Net als een gewond dier, die je moet doden om hem uit zijn lijden te verlossen. Daar moet je niet op afrennen, want die is al gestrest. Weet je wel, dus je moet dat heel voorzichtig en dan ja, doen wat nodig is. It's no fun, maar it's better that way. Dus het is een liefdevolle moord eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, opruimen, schoonmaken, als je iets schoon wil maken, kan het ook niet altijd op één manier. Right. Ja, yeah, exact. Uitzoeken hoe. Yes, wat dat nodig heeft, zodat het. Moet het weken, moet het schoon. Voilà, yes, yes. Dus wat het nodig heeft, niet wat ik nodig heb. Weet je wat eigenlijk een soort bazaal. Yes. Iets is, maar het is veel meer, die moet je met een soort fluwele handschoenen. Ja, zeker, maar je ook een beetje omzichtig mee omgaan, ja. En heel rustig kijken hoe die werkt. Het is een raar beestje. Ja, maar daar heb ik ook wel ongeduld inderdaad. Maar ook leuk als je het inderdaad zo kan zien, om te kijken, dan komt er al een element meer van creativiteit en speelsheid in, van hoe kan ik nou dit gedrocht, ja, wat ook bestaansrecht heeft, want die is er ook, dat is ook leven. Hoe kan ik die dan benaderen? Wat heeft die nodig? Of welke kant wil die op eigenlijk, weet je wel? Ja. Om toch die interesse te vinden. In plaats van alleen maar afkeer of... Dat is het authentisme. Ja, tuurlijk. En in die zin, van, gekoppeld aan het woordje macht in een andere context, heeft dat gedrocht macht over je. Want die stuurt jou een kant op. Weet je wel, niet hier. Oké, weg. Oh, wacht even. Oké. Dus die vindt het heel eng om benaderd te worden. Het kan eruit, want ik deugde vroeger echt voor geen meter en daar was ik echt van overtuigd. Ik was slechter dan iedereen. Ken je dat? Ja, dus dat is het ook, hè? Het is zo zo'n vast iets geworden, dat het is gewoon waar of zo. Ja, exact. Zo voelde dat. Ja. Kan je helemaal al die strategieën van je bent dan niet, weet ik al wat, ja. Het is een gedachte. Ja, toch deug ik niet. Ja, exact. Dat kan allemaal wel zijn.
Of dan voel je je goed en dan zegt hij van, ja, maar eigenlijk verdien je dat niet. Ja. Wacht maar. Ja, precies. Morgen. Ja, en dat dingen gewoon, dat persoonlijk, hè, dat het je schuld is of zo. Ja. Dat ja. komt heel vaak op. Yes. Ja, die voel je. Yes. Maar Hans, dat noemt toch een geloof? Ja, absoluut. Wat zei je? Een geloof. Een geloof, ja, ja geloof. Absoluut. Zeer overtuigend kan dat lijken. Ja. Except it isn't. En dan merken we dus dat dat geloof, dat klopt, maar dat is dus niet alleen maar hier. Dat zit echt bijna in je cellen. En toch kan het eruit. Als ik het kan, kan jij het zeker. Ja. Je bent een stuk slimmer dan ik. Mm. Zo'n soort geloof van niet. Werkt het dan als je kunt achterhalen waar het geloof vandaan komt? Nee, dat maakt niks uit. Dat maakt niks uit. Okay. Tenminste, dat is niet zoals het hier is opgelost door te gaan begrijpen dat het kwam omdat mijn vader me niet begreep. Of weet je wel, ik bedoel, vaders deugen niet en moeders al helemaal niet. Dus ja, we're all fucked up. Dus dat is niet interessant. Nee, gewoon het te gaan bekijken op het moment dat het zich manifesteert. En een ingang zien te vinden die net anders is dan de vorige 300 keer, waarbij ik het van 300 keer van dezelfde kant benaderde en mijn neus stootte. Door creatief te worden en geïnteresseerd en gewoon te leren dat ik wel dingen kan voelen. Ja, en op een gegeven moment ben je niet meer bang om dingen aan te gaan en te doorvoelen en dan valt het gewoon uit elkaar. Het is gigantisch sterk van buitenaf gezien, maar op het moment dat je ermee in contact bent, heel veel dingen, ook depressie enzovoorts, weet je wel, die donderden gewoon uit elkaar. Het stelde geen reet voor, bleek. Op dat moment. Maar 10 jaar lang loop je daarmee te kloten en I wanna kill myself, weet je wel. Of wakker worden, not another day. Weet je wel, echt geen fun. En dan op een gegeven moment heb je de ingang gevonden, je gaat kijken en je gaat voelen en je hebt zoiets van, Jezus Christus, heb ik daar na 10 jaar voor lopen lijden? Jesus Christ. Het is niks. Maar ja, dat weet je dan. En dan voel je nog een restje van, ja, zie je wel wat een domme hondje ben, dat je 10 jaar lang over nodig had. Ja. Oh ja, oh wacht even, hier is nog een restje. Ja. Ja. Ja, dan heb je geluk dat je die ontdekking doet. Ja, ik weet het niet. Ik denk pech, ik had liever dat ze het na een jaar hadden gedaan. Waarom heeft niemand me dat verteld toen ik 14 was? Ik had een keer dat scheermesje al in mijn handen. Van, nou, als je dit kan doen, dan kun je ook nog een keer kijken. Just in time. Blijkbaar. Nou ja, als het gelukt was, was het ook niet erg. Ik had niet geweten. Hè? Nee. Dus, we moesten die kant even nog op. Ik heb ook jarenlang eigenlijk meditatie gebruikt om eigenlijk niet te voelen. Ja. En dat loste wel iets op, maar eigenlijk was het een vermijden van voelen. Daarom zei ik in Handvol Scherven van pas op dat je meditatie geen medicatie wordt. Ja, 2 weken geleden die film Castaway met Tom Hanks. En toen zat aan het eind zat die boodschap erin, want hij had 4 jaar op dat eiland in zijn eentje gezeten. En hij vertelde zijn verhaal daarover aan zijn vriend toen hij weer terug was. En hij zei van op een gegeven moment voelde ik me zo ontzettend vreselijk. Hij wilde er een eind aan maken, maar zelfs dat mislukte. En hij was nu terug en zijn vriendin had een andere man en kind. En terecht. Dat deed zozeer. Maar hij zei, ik heb geleerd op dat eiland, want daarvoor kon ik dat niet, dat doorvoelen van die pijn. Ik heb door dat eiland geleerd van, het doet zeer, maar als je blijft doorademen, dan komt de volgende morgen de zon weer op. En ja, het... Kijken wat de dag weer brengt. Ja. Dus dat had ik jaren geleden helemaal niet gehoord, maar nu zie je dat ineens. Uh-huh. Ja. Cool. Thanks. Alright. Fuck off. Tot morgen. Waiting your mark, but you never called in.
so long, waiting so long, waiting so long. Waiting so long, waiting so long.